Goedemorgen. Het is vandaag 8 uur en we zijn dus nu onderweg naar de Eihallen. Echt superleuk. Yes! We nemen jullie mee vandaag. Let's go! Jongens, we zijn net terug van de Eihallen. We hebben wat gekocht. Niet precies wat er was, wat ik had verwacht. Sommige dingen waren super goedkoop, maar dan moet je echt graaien. En sommige dingen waren echt wel een soort van duur dan had ik verwacht bij de Eihallen. Ja. Maar we hebben wel een paar leuke dingen, die laten we zo wat zien. Straks zien. Maar eerst tijd voor... Nou, ik heb dus voor 80 cent een spicy McChicken, frietjes en een cola zero. En ik was wel 6 euro kwijt, maar ik heb wel dit allemaal. En gezonde worteltjes. Eet smakelijk. We zijn niet thuis en we hebben even een lekker koffietje erbij. Want het was best wel, het was leuk. Maar ja. Ik ben nu zo moe. We zijn er echt bijna 4 uur. Ja, 4 uur lang rondgelopen. En het is gewoon, het is echt super leuk. Maar het was wel echt super druk. Dus je bent gewoon echt helemaal overprikkeld. En je moet ook echt graaien naar spullen soms. Klopt, dus je moet echt heel goed kijken. En dan echt zo bezig aan te staan. Maar we gaan even laten zien wat we hebben gekocht. Ja. Zo, ten eerste, ik zocht echt al best wel lang een blazer. Dus die heb ik gescoord, daar ben ik echt super blij mee. Dus ik heb zo even laten zien. En ja, jij zocht ook nog een pufferjas. Ik zocht zo'n lekker winter pufferjas. Ik denk, weet je, super veel mensen verkopen dat. Ik zet het zelf ook wel top, vind het. Maar nee hoor, ik kon ze bijna niet vinden. Ik moet zeggen, ik was ook wel weer kritisch. Je wou een blauwe. Ik wou een blauwe. Met capuchon, die niet vies was. Maar goed, je moet ook niet alles maar kopen, want dan... Geld kan je maar één keer uitgeven, zegt Naomi. Zeg ik. Nou, laten we... Nou, het eerste wat ik heb is dus deze donkerblauwe blazer. Ik was dus op zoek naar een donkerblauwe blazer en had echt super veel blazers. Maar ik weet niet, het is zo lastig om echt de perfecte blazer te vinden. Want zijn dus ook allemaal oversized. Maar hij heeft ook een soort van streepjes. Ik zou hem eventjes zo aan en dan kunnen jullie hem ook aanzien. En deze was dus 20 euro. Ik heb hem ook niet afgedingerd. Ik was gewoon buiten. Je hebt wel lang gezocht. Ik heb heel lang gezocht. En toen vond ik hem. Dus 20 euro. Ik denk dat jij al een kwartier voor de spiegel afgestaan. Zou ik er niet langer zeggen. Maar het is hem gewoon was het waard. Leuk. Dus toen dacht ik neem hem mee. Weet je. Dat is goed. Oké, ik heb dus niet de jas gevonden die ik wilde. Maar ik kwam wel iets heel anders leuks tegen. Echt meteen toen we binnenkwamen eigenlijk. En dat is deze Ralph Lauren trui in het rood. Ja, ik denk ook sowieso, ik had laatst op Pinterest iemand met zo'n rode trui gezien, dacht ik, oh, dat is leuk. En hij was ook maar 30 euro, maar toen vroeg ik volgens mij 20, toen zei hij 25, dus toen dacht ik, ja, goede deal. Voor Ralph Lauren. Voor Ralph Lauren trui, inderdaad. Oh, en hij is van cashmere wol, dus dat is ook nog eens fancy. Zo duurder dan, voor mij niet alles. Nee, niet alles. Van cashmere. Dus, goede aankoop. Nou, en daarna waren we eigenlijk echt super lang aan het rondlopen, maar iedereen was dus een beetje aan het graaien, maar ik weet niet, ik voelde nog niet echt... die vibe om te graaien, omdat het gewoon zo druk was. En toen kwamen ze ergens langs. Het was alles echt super goedkoop. En toen zag ik ineens deze roze trui. Waar was je ook weer van? Hij is van... Kant. Als je het zo uitspreekt. Maar deze was letterlijk maar 5 euro. En ik vond het wel schattig. Ik moet hem even passen, want ik weet niet of hij past. Maar hij ziet er heel groot uit. Dus dat was wel het was echt zo'n vondst. Want het was niet echt zo'n grijpplek, zo van altijd op een stapel. Maar het was wel zo... plek dat staat, ja, hier is alles 5 euro of zo. Ja. Dus dan denk je van, oh, daar ga je niet echt zo pareltje vinden of zo. En dan was het dus eerst 7,50 en nu 5 euro. En die kleur is echt super leuk. Ja, ik zocht echt iets roze. Nou, dat is gelukt. En we zagen ook nog deze camera voor echt, ja, hij lag er voor 15 euro. En uiteindelijk dus voor 12,50 euro is hij meegegaan. En ja, echt super schattig. Wel nog even uitvogelen hoe die nou precies opgeladen moet. En hoe de foto's op je computer komen. Maar hij doet het in ieder geval. Ja. En met de flits is het oprecht echt best wel goede kwaliteit. Er lagen echt super veel camera's trouwens. Als iemand ooit een leuk zo'n vintage cameraatje wil. Gewoon zo leuk als je uitgaat of zo. Dan zo. Ja. En nou ja, dat was dus wat we hebben gedaan. Ja, was niet super veel. Maar... nee, ik had hem eigenlijk verwacht. Ja. Ik had meer geld gepind. Ik had verwacht dat ze misschien meer zouden. Ja, absoluut. Maar ja, het was ook, het regende, het was super druk. En ja, je moet ook maar net vinden wat je zoekt. Vooral jouw jas was. Ja, want er waren ook bijvoorbeeld jassen van de North Face, maar die waren alsnog 150 à 200 euro. Ja, dat had ik ook weer niet gepind. Dus dan. Nee. Nee, ook weer net niet. Ja, dan was het. Aandoen. Nou, dit is dus de blazer. En dan heeft hij aan de zijkant van die splitjes. Hij is lekker oversized. En hij heeft hier ook nog van die schoudervullingen. En ik vind hem echt heel cute. Ook gewoon, deze trui is al heel erg groot. En hij kan er gewoon nog overheen. Dus heel chill.
voor de herfstwinter. Dit is dus mijn trui. Ik had hem ook nog niet gepast daar, maar ja, ik ben best blij met hoe die zit. Fijn stofje. En voor maar €25, hè jongens. Echt een goede aankoop. Oké, wel met een andere broek natuurlijk dan met deze rare bruine kleur erbij. Maar ja, blij mee. Ik heb nu dus eventjes de roze trui aangedaan. En hij is dus lekker oversized. En hij zit ook echt gewoon heel lekker. En ik vind de kleur zo schattig. En volgens mij was het een maat LXL. Maar hij zit echt perfect. Nou, dit was onze video. Ja, dus heel erg bedankt voor het kijken. Doei doei! Doeg.